Kintsugi judoka's, we gaan vandaag de worp Uchimata een beetje inoefenen. We hebben tegenwoordig een groot hulpmiddel en dat is YouTube om judo dingen te zien op het scherm, eventueel die stop te zetten of vertraagd te bekijken. En zo heb ik meester Katanishi leren kennen die tot in de perfectie zijn bewegingen aanleert. Hij heeft een formidabele Uchimata op YouTube die hij uitlegt in verschillende stapjes. Een van de belangrijke stappen is dat hij probeert op een lijn zijn verplaatsing te maken. Waarom doet hij dat? Als je het niet op een lijn doet, dan kan je bijna met gestrekte benen Uchimata uitvoeren. En het is de bedoeling van door je benen te buigen om Uchimata, een goede Uchimata te doen. We hebben in de huiskamer alles aanwezig om dat te oefenen. We hebben stoelen om ons vast te houden. We hebben een tapijt die we kunnen volgen. Hier is het gemakkelijk. Ik kan een dessin volgen. Ik kan ook naast het tapijt een lijn maken. Of zelfs op de rand van het tapijt een lijn hebben. We gaan even de oefening voordoen. Stappen, zakken door de benen. Zetten onze voeten erachter en maken een Uchimata-beweging. Vooral niet te hoog, geen dingen rekken die niet nodig zijn, of te ver rekken bedoel ik. Ja, dus stap, draai, zakken door de benen en een Uchimata-beweging. Je kan uiteraard zowel links als rechts oefenen, maar zorg er in de eerste plaats voor dat alle breekbare uit de weg is, dat je geen problemen krijgt met moeder de vrouw. Met de lusters.